Yes, ik ben Renske en welkom bij een nieuwe video op mijn kanaal. Vandaag hebben we voor jullie weer een nieuwe live GTA video. En deze video die heet Loops, 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 Loops of zoiets. Volgens mij iets in die naam, gewoon vier keer loops of zo. En ik weet niet of ik hem ooit eerder heb gedaan. Ik heb hem al lang geleden ooit toegevoegd, maar ik zag die screenshot en die zag er best epic uit. Ik rem nog af! Ja, lul! Ik remde nog af, uit principe. Volgens mij neemt niemand een loopie. Een looping, hoeft dat überhaupt? Oh, dat moet wel, dat moet. Ja, 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 ja. En checkpoint. Yes, we hebben de checkpoint. Hoppakee. We zijn er als eerste doorheen. Dat is zo rap met zoveel mensen, hè. In ieder geval, ik begin deze race weer met een entity. Dat kwam omdat ik wist dat die looping erin zat. De volgende race is volgens mij een clean race. En dan pak ik even een andere auto. Misschien Cheetah. Die hebben we al lang niet meer gehad. Dus ik denk dat het wel leuk is voor de afwisseling. In ieder geval... Ik heb deze race heb ik al langer op mijn account staan. Op mijn social club account staan. Alleen, oh nee, niet ontploffen. Maar die andere races die ik net heb toegevoegd, die zijn gloedje nieuw. Of in ieder geval, die zijn net verified de Rockstar. Dus die heb ik nog niet eerder gespeeld. Dus daar ben ik wel benieuwd naar. Deze kan ik me ook niet herinneren. Maar ja, soms dan vergeet ik het allemaal. Ik moet eigenlijk heel veel van die races die ik heb gedaan verwijderen. Dat is makkelijker. Want ik wil eigenlijk niet meerdere keren dezelfde races en video's doen. Maar ja. Waar doe je er tegen? Ik weet dat je het kan verwijderen, maar dat is zoveel. Ik heb echt serieus zoveel races erin staan. Daar word je gek van. Nou ja, eerst even deze race winnen. Ik heb ook nog een andere playlist gisteren toegevoegd. Die heb ik gisteravond ook gespeeld met een hoop van jullie. Of een hoop van jullie, met een paar van jullie. Want je kunt natuurlijk niet met heel veel mensen races spelen. Maar het was... Ik was zo kapot moe, want ik was gisteren... Of ja, voor jullie waarschijnlijk eergisteren al. Maar voor mij is het even makkelijker om gisteren te zeggen. Ik was gisteren naar de Efteling geweest en toen ik thuis kwam was ik echt helemaal kapot. Oh, en die auto is gelukkig niet kapot. Dat scheelde weinig. Maar, ga jij er nou voorbij? Oh nee. Maar, ja, ik kon gewoon echt niet meer voor elkaar krijgen om een video te maken. Gewoon, ik was zo op. Oké, weet je wel, ik kan wel leuke races doen, maar ik ga niks opnemen. Dus die zal ik waarschijnlijk nog wel een keertje doen, die playlist. Oh, en dan alsnog recorden. En... Staat er nou iemand stil? Oh nee, die stond niet stil. En... Rap! No, 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 no! Haal ik de checkpoint? Nee, ik mis de checkpoint! Oké, dat kost mij punten. Dat kost mij punten. Oh nee! Dan rij je zo flawless en dan maak je daar zo eens een domme fout, hè. Mis je de checkpoint. Niet nog een keer. Yes, ik heb hem. Ik kan die loopings ook bijna niet goed nemen, hè. Ik ga altijd ergens in de fout. Nou ja, ik sta tweede. Oké. Jammer. Hier is ook de finish. Deze baan is kort. Twee laps, weet ik. Dus jammer. Nou, leuk. Rijd heel de eerste. Weer het einde. Dan haal je in. Life of a racer. Nee, gashi. Ach, gashi. Wat doe je dit tegen? Even kijken. Want volgens mij als je dadelijk rechtsaf gaat, dan nog een keer rechts. Dat is één rechte lijn en dan rijdt de finish af. Oh. Ja. Nou ja. Ik ben benieuwd wat de volgende race ook weer was. Ik weet niet meer hoe die heette. Oh nee, moet hij nog linksaf. En dan rechts. Volgens mij. Is dit niet dezelfde baan? Oh nee, die zitten onder ons. Oh, wow, wow. Yay! Tweede plaats. Leuk! Fijn! Godverdomme. Klootzak. Nou ja, op naar de volgende race. Voor deze race heb ik eens gekozen voor de Jester. En daar in de achtergrond zie je al een andere mooie gifgroene Jester staan. En er staat ook nog een Allergy naast mij. Ik ben benieuwd. Ik dacht, nou ja, sportcast, dat doen we daar ook alweer. Maar even wat anders. Want ik zag weer heel veel Zentonos in de... In de lijst. En hier, nou zie je al wel meer variatie. Iemand heeft zelfs een Armored Karuma. Dan snap ik niet waarom je een Armored hebt en geen gewone. Want voor races is de gewone volgens mij beter. Want die, oh, niet duwen. Want die is volgens mij lichter. Maar dat weet ik niet zeker. Ik dacht van wel. Ik weet zeker dat iemand mij dadelijk gaat duwen. Ik weet het zeker. Oh, nevermind. Dat is een Superman auto, die GTR. Met dat blauw en dat geel. En dan moet je ook een rood hebben volgens mij. Oh, pas op. Oh, 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 we zijn allebei Jester-broeders. Ga weg, oprotte jij. Hup, aan de andere kant. Ga weg met je auto. Goed zo, dan ga ik jou slipstreamen. Oh shit, er komen... Nee, die blijven maar achter. Goed zo. Oh, dit is geen goede plek voor slipstreamen, want hier komt een bocht aan. Gelukkig dat deze auto echt fantastisch rijdt in de bochten. Dat is echt niet normaal. Jester is denk ik de beste auto als het gaat om bochtenwerk. Ho, oh, ga er maar langs, ga er maar langs. Als je me niet duwt, dan heb ik echt geen zin in, hè. Ga elkaar maar mooi duwen. Oh, goed zo. Komt alweer een... Oh, iets aan het weer. Lomme, ik ben de naam weer kwijt. Of, laat maar. Massacro. Oh, oh, jij lul. Ik duw jou dadelijk, hè. Ik
krijg je hem terug. Bitch. Oh, no. No, no, no. No. En jump! Nee, hij gaat ontploffen. God, hond. Ik wist dat het ging gebeuren. Ik wist het. Hoezo vloog hij zo hard tegen mij aan? Jij klootzak. Nee, dan span ik helemaal terug. Dit is zo vet teruggezet. Dit kost mij punten, jongen. Dit kost mij punten. Ik ben benieuwd hoe lang deze baan is eigenlijk, überhaupt. 25 checkpoints. Dat is niet heel erg veel. Nou ja, waar moeten we terugkomen? Dit ding is traag. Zo te zien moet je nooit die auto nemen in races. Ja, dat had ik jou al verteld. Ik zei al, armored auto's zijn te zwaar. Oh shit. Die zijn, die zijn te zwaar voor races. Daar kun je ze best niet voor gebruiken. En hij is ook gecrashed. Ik sta bij vierde. Mand. Ja, wat mand? Dakmand? Nee, dakmand is geen woord. Whatever. Let's go. Wie was dat eigenlijk? Dat was hij niet die dat zei. Want dat was barbecue. Dus hoezo? Iemand kan typen terwijl hij aan het rijden is. Of hij staat heel veel achter. Dat kan ook. Waar is hij? Oh, die zit volgens mij mee te kijken. Hoezo rijdt iemand met een standaard R8 voor? Oh. Nee. 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 Ah! Had ik zo'n geluk mee. Ik was zo... Ah! Oh, wow, jij kwam ver. Oh, ja, iets te ver. Ik was zo bang dat hij me vanaf zou duwen met die R8. Let's go. Oh, kijk eens aan. Prachtig op deze plek. Pas op voor de boom. Goed zo. En let's go. Oh, fuck. We zitten met een hele groepje bij elkaar. Waar het is me in te halen is, rijden we allemaal toch voorbij. Ze hebben allemaal slipstream. Uh-oh. Niet duwen. Niet duwen. Dat zeg ik, niet duwen. Shut up, man. Hier staat de checkpoint. Hier is de finish. Ja, yep, hier is de finish. Oh, goed zo. Dankjewel, houden. Oh, fuck. Ik hou hem niet recht. Nee! Nee! Deze game is zo oneerlijk. Dit is echt zo oneerlijk. Zag je dit? De ultieme troll van de eeuw. Ik heb nog nooit zoiets meegemaakt. Wat? Hij gaat gewoon recht voor mijn neus dicht. Ik heb echt... Nou heb ik het allemaal gezien. Een tweede plaats. Nee. Een hek gaat dicht. Recht voor mijn neus. Pop, pop, pop. Respawn. Lukt niet. Haal ik niet. Ik hoor tenminste zesde. Dat is er één meevallen, hoop ik. Haal ik dat? Ja, ik word zesde. Dit is zo flauw. Deze race is echt flauw. Fuck. Nou ja, wat doe je er tegen? Niets, ook al is deze playlist niet meer te redden. Is het mijn schuld? Nee! Dat sowieso niet. Nou, op naar de woon. Hopelijk kunnen we nog een top 3 finish eruit slepen. Want dit zoekt natuurlijk nergens op. Voor deze race had ik gekozen weer voor supercars. En dacht, nou, ik neem toch maar even de cheetah. Want dat had ik eerder ook al gezegd. Van, leuk voor de afwisseling, een keer cheetahtje. En bij deze hebben wij een cheetah. Ik ben benieuwd, deze race is Rockstar Verified. Maar hopen dat we hier geen hekken hebben die gewoon recht voor je neus sluiten en dicht blijven. Want dat was echt een ultieme GTA-troll. Oh, 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 oh. En dan heb ik de boom. Het zal dus ook niet zo zijn. Ah, jongens, jongens, jongens. Dit is waarom ik Gran Turismo een geweldige game vond. Daar reden mensen normaal. Daar waren normale racers in. En niet een stelletje idioten die alleen maar een gaspedaal weten te vinden. Maar geen rem. Kijk ze allemaal. Oh, wat een stelletje randebielen. Jij bent de ergste. Oh, nou sta ik derde, vierde. Omdat hij weer recht voor mijn neus moet stoppen. Whoop. Heb ik deze race niet al eerder gedaan? Dit komt me bekend voor, man. Dit komt me serieus bekend voor. Het zou grappig zijn als ik deze race al ooit gereden heb voordat die verified was. Want volgens mij heb ik dat inderdaad gedaan. Of hij zit ook in die andere playlist die ik gisteren heb gedaan. Maar dat zal het er niet. Dat zal heel random zijn. Oké, we lopen alweer in op iemand, maar waar is nummer 1? Oh, die rijden hier allebei bij elkaar, dat is gunstig. Dat verwacht dat ze heel veel van elkaar af waren. Er rijdt een... Er zijn beide Bugattis volgens mij. Die zijn best wel snel. Best wel heel snel. Nou ja, mijn cheetah moet daarbij kunnen houden, hè. Toch? Sort of, denk ik. Er is ook nog een Centorno achter mij. Nou ja, leuk. We lopen in. Oh, we lopen in op de groep. Hebben wij nog kans, is de vraag. Is er nog hoop? Oh, als ik niks raak. Ik heb echt niet dat ik elke keer een bocht te scherp neem en een boom raak. Oh, dat was een lantaarnpaal. Nog net geen boom. Ah, oh, ik zeg het net!
Dit is zo flauw. Oh, maar ben ik ook echt een lul, hè? Dit was mijn eigen fout. Dus, oké. Don't blame the game. Dat hebben we net al gedaan. Waar is... Oh, ga naar... Ah, remmen voor mijn neus! Oh, en dan heb ik de checkpoint die... Oh, leuk, leuk, heerlijk. Dankjewel! Godverdomme, vierde. Hoe lang is deze race? Oh, hier is de finish. Yay! Of niet? Oh, nee, wacht. Is het... Oh, dit is een laps race. Hier is de finish. Alleen, we hebben meerdere laps, of niet? Ah, er is nog hoop. Er is nog hoop. Er is hier al iemand gecrashed. Dat was nummer 1 net. Waar het is om hem voor te gooien, jongen. Waar het is. Er is me al vaak zat voorgekomen. Ik heb geluk dat er veel bochten in zitten. En de meeste mensen zijn slecht in bochten. Maar ja, ik heb net ook een boom geraakt. Dus ik zeg niks. Dit is een mooie. Als je die goed kan nemen, deze. En oh, deze auto slipt, man. Dat vind ik altijd zo fijn. En die Zentorno en die Entity, die slippen niet zoveel. Die hebben een hele goede wegligging. Bugatti die slipt op zich ook best wel veel van hem. Die is ook gewoon sneller. Dus daar heeft hij zijn voordeel weer. Oh, kijk eens aan. Daar zijn ze weer. Hallo, daar ben ik weer. Wacht even op mij. Dankjewel. Oh. Ik zag hem wel. Ik zag hem. Ik denk waar het is. Met je Bugatti. Ik heb echt dat ik dacht wegslip als ik daar gras raak. Daar. Dat is nog niet gebeurd. Als ik daar weer die boom raak, dan ga ik echt huilen. Ga ik echt huilen. Oh. Oh, oh, daar is Slipper weer, jongen. Slipper die Slippy. Wie is er eigenlijk in die verschrikkelijke gay kleur? Oh, dat is Barbecue Saté. Sorry! Maar jouw Zentorno is fucking gay. Het feit dat het Zentorno is en dat hij roze is. 1 plus 1 is 2. We zijn bijna bij de finish. Oh, ik heb Slipstream. Oh, gelukkig dat ik kon remmen. Dat is soms irritant. Slipstream is chill, dan ga je sneller. Maar tegelijkertijd bij bochten, dan kun je niet remmen. Omdat je Slipstream hebt. Oh, hij wil weer niet remmen. Dat bedoel ik. Ik wil zo hard op de rem gaan. Alleen maar omdat je die bocht goed wil nemen. Maar die Slipstream die zorgt ervoor dat je sneller gaat. Dan kun je niet remmen. Tweede plaats. Dat is in ieder geval top 3. Dat was close. En een paar lullige foutjes van mij, van anderen. Waar doe je dat tegen? Het is een race. Ik weet niet waar hij precies op de playlist stond. Ik stond net... Tweede volgens mij op de playlist. Of derde. Ik weet niet. Maar we zullen het wel zien. We hebben hier nou nog één race. En even kijken hoe die is. Jongens, dit is de race. Dit is de allesbeslissende race. En niet alleen omdat het de laatste race is. Maar ook om het feit dat er 4 mensen ongeveer evenveel punten hebben. Ik heb er 30. Iemand anders heeft er 30. En 2 anderen hebben 32. Dat betekent dat als we nou winnen, dan is gewoon alles gered. En als ik nou verlies, dan is alles voor niets. Dus daarom heb ik ook even de Entity gepakt. Denk nou, mijn lievelingsauto... Daar kan haast niets mee fout gaan. Tenzij mensen mij gewoon van de weg beuken. Want daar kan ik natuurlijk niks tegen doen. Maar deze race is evenals een verified race. Evenals die andere van net. Dus ik ben benieuwd. Hij zal goed werken. Ik denk dat het wel meestal van die meer serieuze races zijn. Die geverified worden. Door Rockstar. En er zijn niet meestal die races met al die gekke jumps erin. Maar ja, dat is ook wel leuk voor de afwisseling. Voor mij is het wel positief. Hè? Want als je nou kan zien... Nou rij ik gelijk een heel mooi eindje voor. Gewoon omdat het een normale race is. Niemand duwt me van de weg. En tot nu toe gaat alles nog vlekkeloos. Ik dacht heel even dat ik daar naar beneden moest. Goed dat ik dat niet heb gedaan. Omdat ik wel een grote fout gemaakt. Maar we kunnen het hier nog redden, jongens. Ik heb er vertrouwen. Ik geloof in mezelf. Oh, kijk. Ik heb hier ineens een heel scherpe bocht. Dit is best mooi gedaan met die bordjes. Die lichtgevende bordjes. Dat zie je het echt ook altijd. Als er een omleiding is ofzo. Was er nou iemand gecrashed vol naast mij? Volgens mij wel. Volgens mij probeert iemand om mij af te rijden of zo. Tussen die delen in. Woop. Ik ga gewoon niet op hun wachten. Aan de ene kant heb ik zoiets van, ik wacht wel op jullie. Ik geef het goede voorbeeld, maar nee. Nee. Nee, 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 nee. Ik ga winnen, jongens. Het geld is voor mij. Het zou wel vet zijn als je deze race zou doen en dan echt een extreem groot bedrag kon winnen. Want waar je nou wint, ik weet niet. Ik heb nou 3 races gedaan. Ik heb nou bijna 10.000 gewonnen. En als deze race win, dan krijg je misschien nog een keer 5.000 of zo. En dan de playlist is misschien... Daar krijg je volgens mij niet geld voor, daar krijg je alleen RP voor. Ik weet niet zeker. Nou, ik heb op zich al redelijk wat geld bij elkaar gespaard. Ik zit nu bijna op 600.000. Op zich is dat best veel. Best snel bij elkaar gespaard. Alleen maar races. En alleen maar heb ik races gedaan. Oh nee, ik dacht dat ik moest remmen. Dus dat vind ik op zich best wel nice. En ik had gehoord dat trouwens die update, de nieuwe GTA update...
Die staat al in de Xbox Marketplace. En ik had via Twitter zo'n zo'n hacker die al die, die codes kan lezen, zeg maar, van GTA. Die had ook al gezegd dat deze week of volgende week komt een nieuwe update uit. Dus ik mag hopen dat dat morgen kan zijn. Als het morgen niet is, dan hopelijk volgende week. Volgende week dinsdag. En ja, we zullen zien. Ik hoop het echt. En ik hoop dat er een paar vette auto's bij zitten. En dat ik al dat geld niet voor niks heb gespaard. Want 600.000. Ik denk dat je daar wel een mooi autootje voor kan kopen. Ik gok van wel. Maar eerst gaan we nog meer geld verdienen door deze race te winnen. En de playlist. Alles. Wat was dat voor auto die daar boven de bord stond? Oh, Voltic. Niemand heeft überhaupt een Voltic, hè? En die dingen zijn best wel vet. Ze zijn ook best snel, maar ze zijn zo... oh, what the fuck, kom in de suicide. Ze zijn alleen zo extreem klein, waardoor ze een beetje... ja, ik vind ze niet fijn rijden, zeg maar. Ik vind ze te licht. En dan plakken ze niet echt aan de weg. En deze auto die plakt echt als een gek. En daar komt dat hij goed rijdt. En geen gekke dingen denken. Side of a beach. Oké, okay, volgens mij hebben we hier ook de finish al. Oh nee, moet nog een klein eindje verder. Ja, ik ben in ieder geval blij dat we dit hebben gewonnen. Die tweede race zit me nog steeds niet lekker. Een fucking hek daar recht voor mijn neus dicht gaat. En dat maakt niet uit. Maar je hebt twee hekken. De rechterkant is voor de heenweg en de linker is voor de terugweg. En bij mij was die dicht. En bij andere mensen zijn ze open. Waarom weet ik niet. Dat is gewoon GTA. Dat is fucking random en onverklaarbaar. Want je zag ook iemand reden wel doorheen. Net voordat ik wou respawnen. Moet je maar eens terugkijken als je dat niet gezien hebt. Maar dat overkomt mij dan weer. Meer valt er niet van te zeggen. Dat overkomt gewoon mij weer. Hier is de finish. Als het goed is heb ik de playlist gewonnen. En anders is het een gelijkspel. Maar dat vind ik ook prima. En... oh, zag die finish. Holy shit. Ik kreeg ook nog een challenge of iets. Ik weet niet of we dat nog te zien krijgen. Maar ik hoop in ieder geval dat je de video leuk vond. Als je de video leuk vond, laat een like achter. Laat in de comments achter of jullie leuke races weten die ik de volgende keer kan doen. Ik ben trouwens level up met de crew. Dit is mijn tweede crew waar ik nou in rij. Ik wissel dat regelmatig af tussen de eerste crew en de tweede crew. Dus als je mee wilt doen, dan moet je in een van die twee crews zitten en me volgen op Twitter. Dan tweet ik soms een berichtje van, hey, ik ga races doen. Niet altijd, maar soms wel. En dan kun je meedoen. En als laatste wil ik jullie nog één dingetje zeggen. En dat is dat ik jullie gewoon enorm wil bedanken voor de support van de afgelopen tijd. Mijn kanaal ontploft. Het is echt niet normaal. In januari, volgens mij in maart was mijn kanaal echt nog gewoon een normale groei. En vanaf maart toen, bam, gewoon echt niet normaal. Ik begon heel veel GTA te uploaden. En ik vind GTA een leuke game. En dat is ook de reden waarom ik het upload natuurlijk. Maar het is ook te zien dat jullie het heel leuk vinden om te kijken. En ik wil jullie gewoon enorm bedanken voor de support, voor het kijken, voor de likes en alles. En ja, gewoon enorm bedankt voor dat. En hopelijk binnenkort weer een of andere fantastische vieringsvideo van... oh, we hebben 100.000 abonnees behaald. We gaan dat dit jaar halen, zoals het nou op lijkt. En ook redelijk vroeg al. Dus ja, we zullen het zien. In ieder geval, hopelijk zie ik jullie de volgende keer weer terug bij een nieuwe video. Dus tot dan. Houden we. Zoals ik al zei, ik heb zojuist de playlist gewonnen. Het is met één puntje verschil. Maar dat maakt niet uit. We hebben gewonnen en dat is het belangrijkste.